Goeiedag, Hendrik Man. Ja, gisteren kregen we ongelooflijk veel reacties op de brommers die over het TT-circuit van Assen rondjes mochten rijden afgelopen weekend. Nou, wie ook veel reacties krijgt op zijn voertuig altijd, dat is Leendert van Gemeren. En hij heeft al die reacties en de verhalen die daar natuurlijk mee gepaard gaan gebundeld in een heus boek. Kronkelroutes, verhalen van een brommobilist. Zo heet het boek. Leendert van Gemeren, goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Hoe ziet jouw brommobiel er eigenlijk uit? Het is een soort kapoentje. Het is een rood bultje met een hele grote antenne erop voor een 27 MC-bakkie. Dan kan ik horen wat er speelt. En een DAP-radio om naar jou te luisteren. En op de zijkant staan grote witte letters kronkelroutes. Ah, oké. Wat nou een echte spraakmaker dus, want dit is alles behalve een huis-, tuin- en keukenbrommobiel. Klopt, hij valt op, ja. En ik krijg ook meestal zwaar in de handjes naar me toe. Wat is het mooiste verhaal dat je hebt meegemaakt met deze brommobiel? Dat is in Zoetermeer geweest. Ik stapte uit en er staat een meneer naast mij op de parkeerplaats en die begint keihard te lachen en hij roept: daar is de grote vriendelijke reus. Ja, maar je bent behoorlijk van omvang, hè, als ik zo kijk op de omslag. Ja, ik ben wat dunner geworden, maar nog steeds even lang, bijna 2 meter. Oké. Okay. En loop je nog steeds met een stok, want dat valt ook op de omslag van het boek. Ja, klopt. Ik heb inmiddels een tweede. De eerste was gebarsten. Oké. Okay. En is het niet lastig om te rijden dan? Nee, die past naast de stoel, die stok. Oh, oké. Okay. Op die manier. Ja. Oké. Okay. Ja, en krijg je ook wel eens merkwaardige opmerkingen waarvan je denkt, nou, heel raar dat mensen dit tegen mij roepen. Ja, rot op met je Playmobil-auto. Ja, het klopt, hij is van polyester. Ja, of een vingertje, opgeven vingertje, zul je ook ja, maken. Ja, oh, ja, die tel ik niet meer. Oh, die tel ik niet meer. Oh, wat erg. Hoe reageer je daar dan op als mensen... Met een grote lach. Ja? Ja, eigenlijk ook goed de kant uit van waar het vingertje getoond wordt. Ik ben altijd van mening dat een man en zijn auto, die hebben een verhouding. Mijn auto is heel klein en ik ben zelf 2 meter. En dat wil bij andere mensen nog wel eens verkeerd uitvallen. Want hoe hard gaat dat ding eigenlijk? 45. Ja, nou dat zorgt bij mij ook voor grote ergernis, Leendert. Dat klopt. Ja. Maar ja, daarom rij ik ook meestal op plekken waar je niemand in de weg zit. En okay. Dat zijn de landwegen. Dat is ook het leuke van een brommobiel, dat je dus je weg vindt van A naar B op plekken waar je niet zelf in gevaar komt, maar ook anderen niet in gevaar brengt. En nou, dat zijn de landwegen en de meeste N-wegen. Sommige N-wegen niet. Daar schuilt ook de grootste romantiek in de verhalen die je beleeft met je brommobiel. Ja, het land, hè. Ja. En waarom wilde je al die verhalen zo graag bundelen in een heus eigen boek? Ik vond het... Het waren blogs op mijn website. En ik vond ze bij elkaar, als je ze in één keer doorleest, zo leuk. Ik denk, weet je wat, die zet ik in een boekje. En dat probeer ik bij de brommobilist zelf terecht te laten komen. En dat is gelukt via een dealernetwerk. Hoe bedoel je dat dan? Het boekje krijg je cadeau bij een nieuwe brommobiel. Oh, oké. En het is ook te vinden op je website natuurlijk, hè? Kronkelroutes.nl. Ja. Wat is de mooiste reactie die je hebt gehad op dit boekje tot slot? Oh, geweldig. Ik zit hier keihard te lachen en mijn man zegt, hou je mond. Goed. Nou, wie het wil lezen kan terecht op jouw site. Leendert van Gemeren van Kronkelroutes.nl. En gefeliciteerd met je boekje. Dankjewel.